De Tweede Wereldoorlog heeft ook in Twente zijn sporen nagelaten. In oktober 1943 wordt Enschede per ongeluk door Amerikaanse bommenwerpers getroffen. De Amerikanen dachten een Duits dorp in het vizier te hebben. Een enorme verwoesting was het gevolg. Een sessie met een paraportal. Een paraportal is een radio die snel door alle frequenties heen scant. Door middel van een gemodificeerde radio met effecten en filters kan men beter stemmen horen die door verschillende lagen van radiostations afkomen. Hierdoor kunnen we mogelijk communiceren met personen die er niet zijn. Stef. Ja, dat is mijn naam. Is er iemand die wat wil zeggen? Oh. Hoi. Hoi. Hallo. Mijn naam is Stef. Mijn naam is Rudy. Mijn naam is Daniel. Ik ben Quinten. Mijn naam is Joël. We zijn hier om een paar dingen te vragen. Komen in vrede. Ik wil alleen maar een paar dingen weten van je. Zoals? Ja. Hier staat. Hoor je? Nou, wat hebben we net gezegd? We zijn hier met ons vijven. We zijn hier nog overliggend en onder ons. Ja. Kun je mij misschien nog vertellen hoeveel overliggend er hier groot zijn? Of zijn het er meer? Kunnen jullie elkaar zien? Het is natuurlijk al een hele tijd geleden, maar in de oorlog is hier zwaar gevochten. Hebben jullie dat meegemaakt? Zeker. Zeker. Ja. Dankjewel, dat was een duidelijk antwoord. Kun je er misschien iets meer over vertellen? Hoeveel slachtoffers hier gevallen zijn? Zijn het er meer dan 10? Minder dan 10. Nee, het is minder dan 10. Zitten jullie nu nog in de bunker? Ik ben niet bang voor het kastje, dat doet je echt niks. Het is voor ons een manier om jullie te horen en voor jullie een manier om te communiceren.
Zijn hier ook nog soldaten die mee hebben gevochten in de oorlog? Zijn het Duitse soldaten? Duits. Kunnen Sie ein bisschen Deutsch sprechen? Was haben Sie hier gemacht? Können Sie das Tür öffnen? Wat hebben jullie hier gedaan? Hebben jullie hier gevochten voor de vrijheid of voor de overwinning? Oh, een fluittoon binnen. Een fluittoon, heel zachtjes. Oh. Ben je op dit moment binnen in de bunker aan het fluiten naar ons? Misschien nog eens kunnen laten horen. Doe maar.
Met hoeveel zijn we dan? Dit gesprek stoppen, we gaan het proberen op een andere manier. We komen zo meteen bij u terug. In ieder geval bedankt voor de antwoorden die we van u hebben gegeven. Dankjewel. Dankjewel.